karate betekent letterlijk lege handen. En dat is de oorsprong komt omdat 600-700 jaar geleden in het feodale tijdperk de wapens verboden werden voor de gewone mensen. De samurai en dergelijke mochten wel wapens dragen, de soldaten mochten wapens dragen, maar de boeren en de normale bevolking van Japan was het verboden om enig bezit van wapens te hebben. Maar als ze geen wapens hebben, hoe konden ze zich dan verdedigen? De mensen gingen zich verdedigen, ze gingen de dieren bestuderen en zagen dat de dieren hun natuurlijke wapens gebruikten. Nou, mensen hebben ook natuurlijke wapens. Is de handen, de benen en de voeten. En om een voorbeeld te geven, een hamer die werd gesymboliseerd door de vuistslag en door zuiver naar beneden te slaan. Een speer, dat werd een nukite zoals het in Japan heet, met alle vier de vingers naar voren en de beperking van de duim. Een bijl werd nagebootst door een slagbeweging naar buiten te maken, waarbij de snijkant van de hand als bijl fungeert. Jongens, we gaan vandaag een examen doen. Ik zal voordoen als het nodig is, anders dan weet je precies wat je moet doen. Alles gebeurt zonder tel, wat jullie niet gewend zijn. Maar dat doen we deze keer wel. Je doet alles 5 keer. Elke techniek die ik zeg, die ik uitleg, doe je 5 keer. Ik ben een hondenkarate van 10 jaar. En omdat ik geïnspireerd was door de film van Bruce Lee. Ja, die man vond schitterend, want hij kon. En ook meerdere mensen in die tijd. Dus ik wou ook dat leren. En ik ben toen op de landen neergekomen. En vanaf die tijd ben ik nog afgeslaan. Voetballen was niet geschikt voor mij. Nee. U bent de zoon van? U bent de zoon van Johnny Rao. Ik ben de zoon van. En die heeft maar 1 keer zien voetballen en die vond dat maar niks. Die ontkende ook op dat moment dat ik een zoon van hem was. Het is echt een historie. Ik ben gaan zwerven, ik ben gaan varen. En op een gegeven moment maakte ik kennis, vooral in Japan en in andere Aziatische landen, met het fenomeen karate. En ik ben teruggekomen en heb gezegd van nou, dat wil ik gaan doen. En dat ben ik ook gaan doen. En wat trok u aan in karate? Bezig zijn met het eigen lichaam, ook de discipline. En die had ik al aan boord van schepen ook meegemaakt, de discipline. En ik vond in het karate vond ik datgene wat ik eigenlijk door wilde zetten, een soort levensstijl, noem het een levensstijl of een levensbehoefte. Maar de discipline van het karate, het omgaan met het eigen lichaam, het leren beheersen van je spieren, het leren omgaan met je eigen lichaam, dat vond ik, ja, dat trok me verschrikkelijk goed aan. Je kunt niet meer zonder doen. Nee, absoluut niet. Nee. Ik ben 53 en ik train al dagelijks en ik doe ook al wedstrijden bij nog steeds. Dus nee, ik kan dat voorlopig niet meer omhouden. Dan ben je wereldkampioen. Morgen en overmorgen zijn er wedstrijden in Roosendaal. Ja. Neem aan dat je voor de gouden medaille gaat, of niet? Daar ga ik zeker voor. Maar als ik in Brabant rondloop en ik noem de naam Robin Huijer,
ik weet zeker dat 99 van 100 mensen niet weten wie Robin Haaier is. En je bent toch wereldkampioen. Ja, klopt. Dat komt omdat er heel veel bonden zijn in de wereldkaraat gebeuren. En je hebt zoveel bonden dat de krant bijvoorbeeld of nieuws bijna zeggen van ja jongens, ik krijg daar een kampioen van, daar een kampioen van. Men weet gewoon niet meer wat eigenlijk, hoe het in elkaar zit. Het is een grote puzzel geworden. Maar ben jij de echte dan? Ik ben één van de. Laat één van de hoeveel wereldkampioen? Ik denk misschien al een stuk of 20. Ik was gewoon 2, 3. In de les wel. In de les wel, moet je wel. Want al de inspanningen die je hebt van, ja, van je werk, van je stress, of andere gebeurtenissen om je heen, die moet je ergens kunnen ontladen. Iemand anders gaat op café zitten, lekker toosje pakken en lekker relaxed. En ander die gaat hardlopen, heel moe worden. Ik kan mijn energie uit en kraten. En het leuke ervan is dat je het continu controleert. Het is niet zo dat je hier gaat staan en je wordt gelijk in elkaar geslagen en dus dan loopt elke avond zo naar huis. Af en toe als blauwe plekken, af en toe is het wel een beetje pittig, maar hoort erbij, dat is om je lichaam te houden. Maar in principe is het zo, je leert gecontroleerd om te gaan met je eigen lichaam en de grenzen stap voor stap te verleggen. Het heeft ook geen hand zeer agressief te zijn, alleen het moment wanneer de agressiviteit omslaat in gewelddadigheid, dat is het moment dat het radicaal zich beheerst en kan controleren. En dat zie je in andere sporten weinig of helemaal niet. Dus eigenlijk is het karate inderdaad zeer agressief, wordt ook zeer agressief uitgevoerd, maar men weet te stoppen. En die kennis, dat is eigenlijk het hoogste wat je als karate zou kunnen bereiken. Als je praat over karate, dan iedereen gelijk baksen in de midden slaan, gevechten, terwijl karate heel veel meer bevat dan alleen maar het gevecht zelf. Je hebt gezien, je hebt technieken, je hebt de kater, de oefenvorm heb je, dan voordat je dat onder de knieën ben je jaren bezig. En het gevecht is maar zo'n klein stukje van de koek, zoals het zegt. Als je voetballerij, en dan zie je de merken gauw genoeg, dan hoor je zo'n reporter zeggen met een karatetrapwedstrijd in een tegenstandige veld. En dan zeggen 900.000 karatekas, dat was geen karatetrap, maar ja goed, het is een karatetrap. Dus ja, ik denk dat ook de slechte naam van het karate, dat min of meer door de massa in stand gehouden wordt. Wat vindt u daarvan? Het doet pijn. We kunnen het nog zo goed ons best doen om het omhoog te houden. Er hoeft maar één Jan Doedel op straat te lopen en een karatschop uit te delen en het is toch weer negatief. Dus, ach, ik blijf tegen de storm in zwemmen, wat is zo weer. Aanval maken, hè? Niet zo'n slappe aanval. Nog een keer, naar het hoofd.